Het hoofdkantoor van Coca-Cola in Rotterdam kreeg vandaag een deurwaarder op bezoek. Niet vanwege betalingsproblemen, maar vanwege zwerfplastic. Merijn Tinga probeert Coca-Cola te dwingen om statiegeld te heffen op kleine frisdrankflesjes. De activist, die ook wel bekend staat als de plastic soepsurfer, wil de wereldwijde plasticvervuiling tegengaan. Hij overhandigde Coca-Cola een dik juridisch dossier over de problematiek. In Nederland is het zo dat er 50 tot 100 miljoen van dat soort kleine plastic flesjes in ons milieu belanden, elk jaar weer. Ja, met alle gevolgen van dien. Ja, zeker. Plastic breekt niet biologisch af. Dat brokkelt af in kleinere stukjes en dat wordt uiteindelijk opgenomen in de voedselketen. En als je via het statiegeldsysteem recycelt, dan kan je van één flesje direct weer een flesje maken. 100% recycling. Coca-Cola zegt dat ze al druk bezig zijn met het aanpakken van plastic vervuiling. En statiegeld, zoals u zegt, is één van de methoden om te proberen zwerfafval te voorkomen. Er zijn er meer, die gaan we naast elkaar leggen en we gaan de beste eruit kiezen. Ja. En hoe lang gaat het duren voordat er een uitspraak is welke methode het gaat worden? Kan ik op voorhand niet direct zeggen, maar het is ook waar dat we er al een tijdje mee bezig zijn. Dus ik denk niet dat dat nog heel lang van ons weg is, dat moment. Volgende week woensdag wordt in de Tweede Kamer een motie behandeld over de zwerfafvalproblematiek.